Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 25 december 2015. Dus het bulletin van vrijdag. Merry Christmas everybody! Ja, zoals gewoonlijk beginnen we weer met de informatie over digitale modus. Om te beginnen hebben we deze uitzending weer Contestia, behalve tijdens het SSTV plaatje. De parameters zijn bekend. Contestia bandbreedte 125 bij 8 tonen. Start-stoptonen staan ingeschakeld. Zoals beloofd met de kerst een wat groter kleurenplaatje in SSTV. Dat doen we vandaag al. Hoewel het allemaal nog meevalt qua grootte. De grootte van het plaatje is ruim 40 seconden. En het is in de modus PD50, Papa Delta 50. Oké, het is voor de mensen die er niet van houden wel even een zit natuurlijk. Maar zoals beloofd, ik zal dit niet iedere dag doen, zulke lange plaatjes uitzenden. Normaal zal ik SSTV, als ik dat doe, meestal beperken tot een seconde of 10 in zwart-wit. SSTV en PD50 dus. En ik heb het getest. Het werkt zowel in QSSTV als in MMSSTV. Dat trouwens prima te installeren is vanuit Wine. Ook al heb je geen Windows geïnstalleerd op je Linux machine. Het programma heb ik inmiddels ook gevonden. En ja, bij QSSTV heb ik dat niet geprobeerd. Maar bij MMSSTV werkt PD50 als je hem in de automodus zet. Hij start dan vanzelf. Vanavond is er ondanks de feestdagen gewoon een lange uitzending van PA00 Nieuws. Zij het zonder de Duitse bijdrage, want die is er op de eerste kerstdag niet. Dankzij het heugelijke nieuws dat PI3 UTR zo snel alweer werkt, hoewel zonder de hele grote zender, maar het is prachtig, is de uitzending dus ook in de ether te beluisteren. Daarnaast is hij ook op Shorties FM te beluisteren op het moment, net als vorige week. Maar, en dat is nieuw, het is ook mogelijk om repeaters te linken aan het geluid van PI3 UTR tijdens de uitzending. Het is wel eenrichtingverkeer, je kunt er niet op zenden naar UTR toe. Wil je dus je lokale repeater om 10:30 linken om de lange uitzending te beluisteren, koppel deze dan aan PA0ETER. Dus PA0ETER via, ik verspreek me, PA0ETER via Echolink. Het geluid is enigszins vertraagd ten opzichte van het geluid van PI3 UTR zelf. Veel nieuws is er verder niet op zo'n dag als vandaag. Wel vervelend is dat mij gisteren te oren kwam, bedankt Gera trouwens, dat er een repeaterconflict is in Zeeland. Per 1 januari gaat de repeater PI3GORE daardoor uit de lucht, repeater Goes. En naar verluidt ook nog een andere repeater in Zeeland op 70 centimeter. De aanvrager van de plek van de repeater Goes wil op 2 meter een relais voor digitale spraak beginnen. Het vervelende van de huidige regelgeving is dat zo'n overname van een aantal of elke 3 jaar mogelijk is. Bij frequenties waar relatief weinig belangstelling voor bestaat, zoals vroeger voor Packet en nu voor bijvoorbeeld D-Star hotspots en 23 centimeter relais, is dat nooit een probleem. Daar is meestal nogal wat ruimte voor eentje erbij. Bij de frequenties waar de meeste belangstelling voor bestaat, zoals 70 centimeter FM relais en zeker 2 meter frequenties voor FM relais, bestaat een indeling van een maximaal aantal repeaters binnen zoveel kilometer. Op 2 meter moet er bijna altijd een FM-repeater verdwijnen daardoor voordat er een nieuwe bij kan. De aanvraag voor 2 meter in Goes betreft een digitale repeater. Hoogstwaarschijnlijk is dat geen DMR-relais, want bijna niemand heeft daar spullen voor in Nederland. Kans is dus groot dat het een relais is voor D-Star of voor System Fusion. Nou is er met de informatie die AT over dit relais geeft iets merkwaardigs aan de hand. Ik heb zelf 3 jaar lang een repeater gehad in Zeewolde die zowel voor FM werkte als voor D-Star. Zo'n relais is onder de huidige regelgeving op 70 centimeter dus niet mogelijk. Voor dat soort relais geeft AT op 2 meter doorgaans 2 roepnamen uit. Voor digitale spraak een PI1 call en voor FM een PI3 call. Het nieuwe relais in Goes staat echter in de lijst van 1 december als digitale spraak, terwijl er alleen een PI3 call is uitgegeven. Dat zou dus kunnen betekenen dat het om System Fusion gaat, want bij die modus zit FM in het protocol ingebakken. En hoogstwaarschijnlijk is het met de software daardoor niet mogelijk om voor dezelfde repeater zowel een PI3 als een PI1 prefix te gebruiken in de call. Als deze aanname klopt, blijft Zeeland, als het nieuwe relais in de lucht komt, toch de beschikking houden over een repeater die je voor FM kunt gebruiken. Het kan elke aantal of houder in principe overkomen, maar het is hoe dan ook vervelend wat de beheerders van PI3GOE is overkomen. Zelfs wanneer zoiets in goed overleg gebeurt. En ik weet uit ervaring waarover ik spreek. Nog 1 nieuwsbericht. Terwijl de nieuwe 5 MHz band nu toch een wereldwijde status heeft als amateurband en Nederland voorop loopt bij de troepen, zijn er relatief veel landen waar 60 meter toch voorlopig niet als amateurband beschikbaar komt. Southgate ARC meldt bijvoorbeeld dat de band in Australië nog lange tijd off-limits zal zijn voor de meeste amateurs daar. De Wison, zeg maar de Australische Darus, heeft beperkte mogelijkheid om kanalen te gebruiken op 5 MHz. En verder is er een bulletinzender voor zendamateurs in New South Wales die legaal in deze band uitzendt. Maar in
beide gevallen gebeurt dat met een niet-amateurvergunning onder een niet-amateurroepnaam. Het kan volgens ACMA, zeg maar de Australische AT, nog jaren duren voordat 60 meter voor amateurs in dat land niet meer illegaal zal zijn. Tot zover het nieuws voor vandaag. Volgt nu dus het iets langere grote SSTV-plaatje in kleur in de mode PD50 en daarna de mossen. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar xapenstaartje xdv.me.